Kees betekent echt zoveel voor mij. Ik begin mijn dag met haar, ik eindig mijn dag met haar. Zij is echt, ja, mijn alles vind ik altijd een beetje moeilijk, maar ja, toch, ze is wel mijn alles. Ja. Hey, ik ben Cynthia en dit is mijn allerbeste vriendinnetje Kees en zij is 7 jaar. Onze dagelijkse routine is dat ik 's ochtends vroeg wakker word en het eerste wat ik doe is naar beneden gaan en Kees knuffelen. Dan gaan we samen ontbijten, dus dan krijgt zij ook door ontbijt. Zo, Kees. Ik eten. En ik doe er voor jou een multivitamine bij. En die helpt je fit te blijven. Ja, kijk. En dan daarna lekker een stuk wandelen. En dat doen we elke ochtend. En meestal gaan we dan lekker een uur erop uit samen. Meestal wel hetzelfde rondje. Dat vindt zij toch heel chill. En ik eigenlijk ook. Vooral in de zomer. Dan gaat ze hier lekker een stuk rennen. En dan heel kort vooral. En dan gaat ze daarna liggen en dan wil ze chillen. En het liefst heeft ze dan dat ik bij haar kom liggen. Ik ben toch wel van de regeltjes en daar hou ik me ook aan en Kees meestal niet. Dat is Kees. Ja, zij is echt een sprinter. Zij kan keihard rennen. Ja, toch ook Kees. En daar kan ik wel nog wat van haar leren, dus ik mag wel vaker lui zijn. Ja, ik vind het heel belangrijk dat Kees zelf kan kiezen. Dus als zij aangeeft dat ze niet oké is, dat ze... Ik heb heel vaak als ik met haar aan het lopen ben, dat ik dan de ene kant op wil. En dan gaat ze stilstaan en dan wil ze de andere kant op. En dan denk ik, ja oké, is goed. En dan loop ik met haar mee en dan laat ik haar kiezen. En ik vind het belangrijk dat zij kan kiezen, dat zij keuze heeft. Ik bepaal zoveel voor haar. Ik ben wel veel bezig met, hey, is ze oké, wat wil zij doen? Heeft ze even rust nodig? Vindt ze het hier wel chill? En dat staat eigenlijk altijd centraal. Kees en ik lijken heel erg op elkaar. En vooral in de vorm dat we allebei niet zo heel erg van druk te houden. Dus we zijn snel overprikkeld en dan zoeken we graag de stilte en de rust op. Ja, Kees betekent echt zoveel voor mij. Ik begin mijn dag met haar, ik eindig mijn dag met haar. Zij is echt, ja, mijn alles vind ik altijd een beetje moeilijk. Maar ja, toch, ze is wel mijn alles. Ja. Dat ben ik. Zij eet echt alles wat los en vast zit als ze kan. En dat doe ik iets minder. Ja, dat is toch Kees? Dat is Kees. Want het is ook nooit genoeg. Je mag nooit stoppen met aaien. Ja, dat ben ik. Ik moet nog altijd even mijn haar doen en mijn make-up en wat leuks aan. En nee, zij is daar niet mee bezig. En dat haar staat het alle kanten op, maar dat is juist zo leuk aan haar. Nou, het was super leuk dat jullie er waren, maar wij gaan weer verder spelen, dus jullie weten de deur wel te vinden, toch? Doei!